Massie Utak. Ja, het ja, is een beetje lastig om jou te introduceren. Want als je uh, wat meer gaat kijken, ik bedoel inderdaad uh, artikelen in Groen Amsterdammer. Je maakt uh, raps, uh, je, 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 je schrijft, je bent spreker. Uh, maar eigenlijk één ding bindt jou volgens mij in alles en dat is jouw gedrevenheid. Jouw betrokkenheid en het zoeken naar gewoon, het maakt niet uit volgens mij wat voor vorm. Om dan onder andere in ieder geval voor jouw Amsterdam Noord te strijden, de Noordside. En, uh, en ook inzichtelijk te laten maken op een hele gave en creatieve manier... Van wat daar zich afspeelt en misschien ook wel welke keuzes we kunnen maken. Dan zeg ik mag ik een heel groot applaus, Massie Hoetak. Yes, dankjewel. Goedemiddag allemaal, mijn naam is Massie Hoetak. Fijn om hier te zijn, van Amsterdam Noord naar Limburg Zuid. Um, als mensen mij vragen waar ik vandaan kom, die vraag krijg ik heel vaak. Dan zeg ik Amsterdam Noord. En dan krijg ik altijd de volgende vraag. Nee, maar waar kom je echt vandaan? En dan zeg ik Buikslotermeerplein. En dat die, die lokale, hyperlokale identiteit is ontzettend belangrijk voor mij. Maar voordat ik zo meteen begin, last lecture. Ik noem het zelf laatste spreekbeurt. Ik moest denken aan mijn eerste spreekbeurt die ik ooit deed. Dat was in groep acht. Dankjewel. En die ging over hip-hop. Het was net het jaar dat ik zelf begon met rapliedjes te schrijven en verhalen te schrijven. En vanuit de hip-hop eigenlijk een manier vond om mezelf te emanciperen. Waar ik eigenlijk sindsdien altijd aan tafels heb gezeten, waar mensen schermen met academische titels of allemaal zware dingen. En dan kan ik, sta ik toch gewoon mijn mannetje, want hip-hop heeft mij geëmancipeerd, omdat ik vanuit een hip-hop-manier van denken, werk, leef, mezelf organiseer, namelijk autodidactisch. Uh, niet alleen van onderop en dat hele verticale denken klopt niet in hip-hop, het is horizontaal. Je doet het met voor en door de mensen over wie het gaat en de mensen over wie het gaat vertellen hun eigen verhaal. Dus dat is wat wij proberen. En eigenlijk wat ik net ook hoorde is dat we dus allemaal op zoek zijn naar een nieuw verhaal van ons allemaal samen. En als we alleen al kijken naar hoe we hier zitten, als we het hebben over de stad en regels, de allereerste regel die ik leerde toen ik op het podium ging optreden als artiest was, je gaat nooit met je rug naar het publiek staan. Maar nu kan het wel. Want we hebben vandaag met elkaar besloten, dit is de ruimte en dit is vandaag verstandig om dat met elkaar te doen. Iedereen komt netjes binnen, gaat op een stoel zitten en niemand uh, gaat daar fundamentele vragen over stellen. Omdat dat is wat we met elkaar doen. En wat ik doe met mijn groepsverdedigde Noord, is belangrijk om te noemen, ik sta hier namens de groepsverdedigde Noord, ik doe dat echt niet allemaal alleen, is precies dat. Omdraaien. En eigenlijk was ik super blij met alles wat Michel hiervoor zei. Dankjewel daarvoor. Behalve één klein dingetje. Um, ik zou niet de ambtenaren aanwijzen als de revolutionair, dat is niet wat je doet, maar ik chargeer even. Wij zeggen juist, we draaien hem om en eigenlijk breng je hem weer terug naar de basis, namelijk de bewoner, wat altijd wordt gezien als een soort overige optie. Als ik elk jaar naar het nieuwjaarsborrel van het stadsdeelhuis in Amsterdam-Noord ga, moet ik een stickertje pakken en het op mijn trui plakken, zodat iedereen weet wie ik ben. En dan heb je de categorieën professional. Uh, vrijwilliger, expert, deskundige. En dan heb je aan het eind ergens heb je bewoner. En ik pak die met liefde en ik zet hem met liefde op. Eigenlijk pak ik er drie gewoon van. Ik ben de bewoner. Dat is de mooiste titel die er is. Dat is de deskundige. En jullie werken voor ons. Laten we dat niet vergeten. Dat is geen omkering. Dat is de basis. Dat is altijd al zo geweest. Um, dat gezegd hebbende, wil ik uh, graag, voordat ik verder ga. Een filmpje laten zien dat wij hebben gebruikt. Vredig Noord, een bewonersplatform uit Amsterdam Noord dat zich uh, verantwoordelijk voert voor het stadsdeel. Dat stadsdeel werd heel lang gezien als een plek waar je niet doodgevonden wilde worden. Als ik zei ik kom uit Amsterdam Noord, was het hij hoort dat echt bij Amsterdam. Nu is dat, die wrong side of town, is de hipste plek van de stad. En iedereen wil er wonen en een gemiddelde woning kost er 6 ton. En dan heb je het over uitbouw. Um, Heel veel mensen zoals ik, die daar geboren en getogen zijn, kunnen er niet meer wonen. En wat wij doen met Verdedig Noord is al die cijfers en beleidsstukken en projectnota's en al die moeilijke termen die over ons worden gezegd. Wij keren hem om. Wij gaan ons eigen verhaal vertellen. We laten onze eigen stem horen, laten onze eigen gezichten zien en laten onze eigen wijk zien. En als wij zeggen Verdedig Noord, wat bedoelen we dan? Welke schoonheid, welke solidariteit? En uh, daarmee wil ik graag aftrappen met deze video. Amsterdam-Noord, de mooiste plek op aarde. Niet door al die gebouwen, maar door de mensen. De ziel van onze wijk. Tussen de kanta's, de bakfietsen en de scooters. De Ajax-pakken en de chileba's. Bewegen wij 24-7. Als het centrale zenuwstelsel van onze gemeenschap. Noord is rauw, Noord is echt. Ik zeg ook altijd, ik ben Noord. Wij verkopen poppen aan de game. Maken 200 weggeefmaaltijden per dag. Geven juridisch advies in straattaal. En empoweren zonder dat we het doorhebben. Want hier is, is iedereen familie. Van van een gezegde in Noord is: mensen die het minst hebben, delen het meest met elkaar. Die mensen verdwijnen steeds meer uit de wijk. Amsterdam Noord. Een plek vol schatten, maar nog altijd onderschat. Maar wij weten beter. Ik wil sowieso een zaak openen in Noord, omdat dit gewoon mijn thuisbasis is. En wij kennen tenminste onze plek, want je kan ondernemend zijn met weinig geld. Zakelijk en idealistisch, onbegrensd gastvrij en ambitieus. Die waarden verdedigen we en onze mensen ook. Daarom nemen we nu ruimte en eigenaarschap terug, want groeien doe je samen en claimen met respect. Wij blijven hier. En dit is yes. onze plek. Zoals mensen zeggen, nooit gestoord. Ja. Deze video, iedereen die je ziet, heeft dus verschillende titels. Maar de titel die we met elkaar delen is Bewoner. Uit Amsterdam-Noord. Mensen met roots over de hele wereld. Die Amsterdam-Noord aanwijzen als hun thuis. Als je vraagt waar we vandaan komen, zeggen we Amsterdam-Noord. als je daarna... Iedereen in deze video, bijna iedereen krijgt de vraag: nee, maar waar kom je echt vandaan? En dat is Buikslotermeerplein, Vogelbuurt, Molenwijk, EiPlein, Spreeuwenpark, Noem maar op. Dus wij gebruiken storytelling om politieke en persoonlijke statements te maken. En wat we hier eigenlijk zagen, zijn allemaal mensen, jong en oud, ondernemers, vrijwilligers, bewoners met liefde voor Noord die samen de zogenaamde zachte kracht, wat de sociale manieren van omgaan, het sociale weefsel. De ziel van onze wijk, zoals Zaire dat net noemde in de voice-over, die dat met elkaar vormen. En die dat niet zien als een soort zachte kracht, maar als een harde waarde. De solidariteit, het sociale weefsel, is misschien wel de belangrijkste voorwaarde van hoe je een stad inricht. Voorbij de straten en de stenen en de gebouwen. En iedereen die we net zagen in de video, die hoort ook op de volgende plattegrond die wij hebben gemaakt met elkaar. Dit is een alternatieve plattegrond van Amsterdam-Noord. Waarin we het sociale weefsel hebben laten zien. Net als Amsterdam Noord is deze plattegrond constant in ontwikkeling. Iedereen die we net zagen op de video staat hier aangegeven waar zij zijn. En dit is dus niet een plattegrond met straten en stenen en gebouwen, maar van solidariteit. Dit is waar je als bewoner, in welke wijk je ook woont in Amsterdam Noord, terecht kunt voor informele zorg, omdat de formele zorg misschien te hoogdrempelig voelt of te afstandelijk voelt. Tegelijkertijd zijn, het, zijn er ook formele wijkpartners en locaties die zich wel op een hele sociale manier verhouden tot hun omgeving en de bewoners. En die bewoner ook zien als de deskundige en die altijd gelijkwaardig benaderen. Die staan ook uh, op deze plattegrond. En we hebben heel veel lokale kunstenaars, ondernemers. We zagen Ara die in haar schuur een kapperszaak is begonnen. En de droom heeft om op het grote winkelcentrum op het Buikzottermeerplein een eigen zaak te openen. En ze is begonnen in het klein. En dat is wat Amsterdam Noord en Hip-Hop met elkaar verbindt. En dat is waarom ik zo hou van die twee dingen. Het wacht niet om geëmancipeerd te worden. Het emancipeert zichzelf. En dit is dus wat wij doen. Wij nemen ruimte en eigenaarschap terug. En ik zou graag naar de volgende slide willen gaan als ik het heb over wij. Wie zijn wij precies? Dit is een kleine greep van de groep Verdedig Noord. Jong en oud. De jongste is 16 en de oudste op deze foto is 67. En allemaal mensen, nogmaals met roots over de hele wereld, die dus Amsterdam Noord aanwijzen als uh, thuis. En we staan hier voor een muur waarin wij onszelf portretteren. Mensen die nog in Noord wonen, die een belangrijke sociale functie hebben gehad, de zogenaamde sleutelfiguren. Maar ook mensen die wat minder zichtbaar zijn, maar heel belangrijk zijn voor de wijken, omdat ze zich informeel organiseren, maar ontzettend professioneel handelen. En daardoor die ziel van die wijk, de, het karakter. De betekenis van de stad vormgeven en als zij uit de wijk bij beleid worden gedreven, dat is wat er nu gebeurt door gentrificatie. Wat is die stad dan nog waard? Wat is dat nieuwe verhaal dat we met elkaar gaan vertellen? Wie zijn we dan nog als die stad straks ontzettend mooie huizen heeft, maar eigenlijk als je een foto maakt op het Buikslotermeerplein, je niet weet of je nou in Brooklyn of Berlijn of buik zodat plein bent. Dat het allemaal niks meer uitmaakt. Al die generieke architectuur, waar vooral experts zich niet door uitgedaagd voelen. Al dat anonimiseren van een ontzettend sociale wijk. En dan een stukje geschiedenisles. Door dat imago van Amsterdam Noord, omdat je er niet doodgevonden wilde worden, heeft de gemeente bij beleid heel veel bewoners daar door de geschiedenis heen geplaatst. In eerste instantie, 100 jaar terug, werden mensen uit de Jordaan daar geplaatst, omdat ze zogenaamd heropgevoed moesten worden. Dat waren ook echt heropvoedingscentra. Er is een mooi boek over geschreven, het Pauperparadijs. En als je dan door het heropvoedingscentrum ging en daar slaagde, maakte je kans op een gemeentelijke woning en werd je dus gezien als een volwaardige burger. Verderop toen de Jordaan in de jaren 60, 70 werd gegentrificeerd en mensen bedachten van eigenlijk is dat het hart van het centrum, de grachten. Daar moeten we een ontzettend toeristisch pretpark van maken. Werden die mensen ook naar Amsterdam-Noord geplaatst. En later in de jaren 70, 80, arbeidsmigranten, jaren 90, mijn familie en ik uit Afghanistan. Iedereen is daar geplaatst. En of je nou kwam als witte arbeider uit het Oude Jordaan of als uh, jongen van 6 uit Afghanistan. Wat we met elkaar gemeen hadden was dat we kwamen uit een wijkcultuur. Dat je wist dat familie met een kleine f belangrijk is, maar familie met een hoofdletter f ook. En familie met hoofdletter f is de familie die je zelf kiest de familie die je vormt buiten de deur van je gezin en die je in de wijk met elkaar maakt, dat is belangrijk. Je kijkt naar elkaar om. En dat doe je niet vanuit een goed doel denken, dat is dat verticale denken. Ik ben een goed doel. Jij hebt vandaag hulp nodig. Hier heb je wat geld en ga je gang. Maar omgekeerd zal ik nooit om hulp vragen. Nee, wij denken fundamenteel op een horizontale manier na over hiërarchie. Dus het is gelijkwaardig. Vandaag kan ik mijn buurvrouw helpen, maar morgen vraag ik haar om hulp. En zo creëren wij met elkaar een netwerk, een informeel netwerk, een solidariteitsnetwerk wat ontzettend belangrijk is. Dat is dat sociale weefsel dat vormt die ziel en dat heeft niet alleen te maken met fysieke transformatie. Dus als er straks die gebouwen komen, dan nog kunnen we deze manier van omgang met elkaar beschermen. Dus als wij zeggen verdedig Noord, verdedig solidariteit, verdedig de menselijkheid van de stad en zorg niet dat die menselijkheid uit de stad nogmaals bijbeleid wordt weggedrukt en het wordt geframed vaak als een soort natuurverschijnsel. Het is nou eenmaal wat... die groei, het is nou eenmaal wat het is, de stad groeit nou eenmaal. Het is nou... Nee, dat is beleid, dat zijn keuzes die zijn gemaakt. Honderd jaar geleden dachten de knapste architecten na voor de zogenaamde kwetsbaarste bewoners en maakten de Amsterdamse schoolarchitectuur en bouwden allerlei tuindorpen waarvan ontzettend veel in Amsterdam-Noord te zien is. Waar ze minutieus nadachten, hoe kunnen we ervoor zorgen dat arbeiders zoveel mogelijk toegang hebben tot zonlicht, tot groen, tot een tuin, tot zelfbouw, zodat ze groente en fruit kunnen verbouwen en goedkoop daar toegang tot hebben, tot een gezonde levensstijl, want ze verdienen dat. Honderd jaar later denken architecten minutieus na over welke blok van sociale huurwoningen gaan we verkopen, waar schijnt de zon het meest op een dag. Die gaan we verkopen. Waar is de lucht het schoonst? En het begint natuurlijk bij wonen, maar het heeft ook ontzettend veel invloed op welke scholen er uiteindelijk in de wijk komen. Wat voor horeca-aanbod en hoe voorkom je dat dat gesegregeerd is. Amsterdam Noord was dus vanuit die Amsterdamse schoolarchitectuur een plek waar mensen vanuit de hele wereld naartoe kwamen om zich te laten inspireren. Vandaag de dag is dat het horrorbeeld. Ga naar Amsterdam Noord en kijk wat voor stad je niet wil zijn. Kijk wat voor wijk je niet wil zijn. Kijk wat ze hebben gedaan met de normen en waarden. Heel veel politici hebben hun mond altijd vol van. Geschiedenis en traditie en normen en waarden, maar die Amsterdamse school is de traditie waar we vandaan komen. Op een gegeven moment hebben we bedacht dat gemeentelijke woningbouw geprivatiseerd moest worden. Dat je mag beleggen en speculeren op een grondwet, op een universeel mensenrecht van huisvesting. En dat kortom, je eigenlijk zegt: als jij een huis kunt betalen, heb jij het goed gedaan in je leven. En als een ander dat niet kan betalen, ja, dan heb jij iets niet goed gedaan in jouw leven. Terwijl het hangt van ontzettend veel andere factoren af. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, de fysieke transformatie en de sociale transformatie van die wijk, de mensen die die beleidsstukken schrijven, de mensen die bouwen voor mensen die er nog niet eens wonen en de mensen die er nog wonen, ontzettend negeren eigenlijk. Er worden miljoenen geïnvesteerd op dit moment in woningen die er nog niet staan in Amsterdam Noord, in bewoners die er nog niet wonen en mensen die er wel wonen en woningen die er staan, worden niet meegenomen in plannen. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, kom je uit bij de conclusie dat er beleidsmatig een monocultuur aan het ontwikkelen is. Beleidsmatig een monocultuur. Dus we willen uiteindelijk steden nogmaals waar de huizen op elkaar lijken, de bewoners op elkaar lijken. En vooral ook mensen niet te veel met elkaar omgaan en elkaar niet te veel dwars zitten. Want je werkt de hele dag door, je doet je boodschappen online, je komt niet in de wijken. En wat wij dus met elkaar benadrukken is: welkom in onze wijk, oprecht, nieuwe bewoners. Welkom, maar wij zijn er nog en wij blijven hier. Je kunt bijdragen, of je wilt of niet. Je bent onderdeel van het probleem of van de oplossing. Als je onderdeel van de oplossing wilt worden, dit is hoe je dat doet. Verhoud je tot ons. En dan zou ik graag naar de volgende slide willen. Yes, wat wij met Verdedig Noord doen, is dus vaak met elkaar samenkomen. Dit is een vergadering in een oud buurthuis, de Rietwijker, wat we weer proberen publiek te maken. Dus wij kijken met elkaar steeds naar waar is er wel ruimte. Waar hebben we wel nog ruimte in de wijk? Soms letterlijk, welke gebouwen zijn nog gemeentelijk vastgoed? En dus als ambtenaren ons kunnen en willen helpen: kijk naar de actieve bewoners die zich al organiseren en ontzettend professioneel zijn. Wees bescheiden praat niet tegen bewoners alsof ze dom zijn, alsof ze niets weten en ga niet schermen met academische titels. Dat zijn de deskundigen. Die plattegrond die wij net lieten zien, die ik net liet zien, die wij hebben gemaakt. Ik krijg vaak de vraag: "Ja, maar wordt dat niet misbruikt door de gemeente en ontwikkelaars als soort gratis werk?" Want je geeft ontzettend waardevolle informatie. Als ik die aan ieder van jullie geef, kun je hem voor misschien 60% lezen. 40% is gecodeerd. Dat begrijpen alleen mensen die uit die wijken komen. We gebruiken termen, we gebruiken symbolen. Die je alleen begrijpt als je geworteld bent in een bepaalde wijk. En het kan dat een ambtenaar die begrijpt, omdat die ook geworteld is in die wijk, maar 9 van de 10 lukt dat niet. Dus waar ligt er nog de ruimte? En geef dat vervolgens aan bewonersorganisaties. Zie dat niet als een soort zachte kracht of als een schattige oplossing. Dat is een harde waarde en dat is de revolutie. Die moeten we hyperlokaal maken. En door dat hyperlokaal te bewerkstelligen, maak je op wereldniveau een, uh, een statement. In 2014 stond Amsterdam Noord op nummer drie van de New York Times top 10 onontdekte parels. Dus als je het hebt over taalgebruik, wat wij vaak hebben, wat je niet meer moet doen. Hoezo onontdekt? Wij waren hier altijd al. Zo heet mijn boek ook. Jij hebt ons niet ontdekt. Wij waren hier altijd al. En doordat door de New York Times dat zei, is dat ontzettend in een snel. Hoge versnelling gegaan, die herontwikkeling, die fysieke maar ook sociale transformatie van de wijk. En dat heeft deze mensen, mijn, mijn buren, mijn familie, familie met de hoofdletter F, heeft het ontzettend benadeeld en verdrukt in plaats van geëmancipeerd en gezien en gehoord. Dus wat wij zeggen is: laten we dan juist weer op hyperlokaal niveau een nieuw wereldstatement maken dat wel inclusief en duurzaam is. Dit dit oude buurthuis is geen buurthuis meer, maar een zogenaamde broedplaats. Volledig volgens het model van sociologen en stedenbouwkundige Richard Florida. Oude maatschappelijk vastgoed in de zogenaamde achterstandswijken. Die moet je aan kunstenaars geven, aan, sociale, aan culturele ondernemers. Vooral van buiten de stad. En een toelatingseisen, programma, plan. Is ook ontzettend gebaseerd op dat je minimaal een HBO of een WO-niveau hebt. Dus hiphoppers zoals ik, die autodidactisch zijn, worden uitgesloten. Het maakt mij niet een mindere kunstenaar, maar bij beleid mag ik daar niet huren. Omdat ik niet minimaal HBO of, of dat niet afgemaakt heb, of om wat voor reden dan ook. Nog voordat er wordt gekeken naar de kwaliteit die ik heb in de wijk, die er al is. Dus niet het verleden en de toekomst, maar het hier en nu. Wat is er al in de wijk? Ik word daar uitgesloten. En. Wij, wij komen één keer per maand met z'n allen samen, is een groep van ongeveer 40 mensen. En één keer per week met een harde kern, waarin we met elkaar overleggen wat gebeurt er in de wijk. Uh, en we maken allerlei verschillende projectgroepjes. En we negeren zoveel mogelijk bureaucratische taal. Dus we hebben niet projectgroepjes, maar pleinen. Dus we hebben een plein zomerschool, we hebben een plein uh, kunst, plein groen. Tegelijkertijd met de stedenbouw. In, in Amsterdam Noord en het verschijnen van nieuwe stenen, en het verdwijnen van oude stenen, wordt er ook ontzettend ontgroend. We zijn nog steeds het groenste stadsdeel van Amsterdam, maar er staat, staan duizenden bomen op de planning om gekapt te worden voor een evenemententerrein. Dus het moet een pretpark worden waar je snel, vluchtig heen en weer gaat om te consumeren. Halen, halen, halen. Maar wat kom je brengen? Wat is er al? Hoe bescherm je dat? Hoe zien we met elkaar in dat de biodiversiteit in de breedste zin gaat over groen, dier, mens en sociale omgang, maar ook wat voor stenen je in een wijk zet. Dus wij zetten daar de nadruk op, we schijnen het licht daarop en keren, keren hem om. Um, ja, graag naar de volgende slide. Trouwens toen ik in groep 8 mijn uh, eerste spreekbeurt ooit deed, was dat ook met een powerpoint. Dus ik dacht, ik wil, um, ik wil graag een rij maken daarmee, dus vandaag dat ik hier zit. Uh, wij hebben binnen Verdedig Noord. Een van de pleinen van de projecten is productiehuis. Productiehuis Noord. Waarin we dus wat we doen allemaal via storytelling naar buiten brengen. Of het nou liedjes zijn of videoclips zoals ik dat doe, of campagnevideo's zoals onze. Wij blijven hier -campagnes. Uh, zoals waar we mee begonnen net. Of uh, fotoreeksen, of kledingontwerpen. Alles wat we naar buiten brengen, doen we via dat productiehuis. En dit is de studio van het productiehuis en de volgende slide ook. Je kunt er ook studeren. Je kunt er een podcast maken. Je kunt er muziek maken. Um, videoportretten. Je kunt er vergaderen. Dit is 40 vierkante meter dat we in zo'n zogenaamde broedplaats, het oude Shell-laboratorium aan de Eioever, ALAP hebben teruggeklemd, 40 vierkante meter, maar dat zijn de eerste vierkante meters die wij hebben teruggeklemd in onze wijk. Precies met dit verhaal, door dat constant te blijven aankaarten en te zeggen: luister, wij weten als geen ander wat goed voor ons is. Wij kennen als geen ander onze wijken. Neem juist hetgeen dat wij al doen, onze verhalen, onze initiatieven, onze informele zorgnetwerken, solidariteitsnetwerken. Gebruik dat als basis voor die herontwikkeling. Dus we zeggen niet. Uh, hou dat tegen. Heel vaak worden we geframed als je bent tegen verandering. Maar als je kijkt naar het beleid dat gentrificatie voortbracht. Dat is neoliberaal beleid dat al 40, bijna 50 jaar doordendert. En daar is dit een gevolg van. Wat wij juist willen is verandering. Dat we op beleidsniveau daarvan durven af te wijken. En aanvullend op ook vorige spreker. Je hebt wereldwijd heb je die voorbeelden. Berlijn neemt op gemeentelijk niveau keuzes en beslissingen... Die de, die de burgers en bewoners emanciperen, ze onteigenen de grote huizeneigenaar en zeggen je mag hier niet op speculeren. Ga met tienduizenden de straat op. Al jaren geleden voor het woonprotest hadden en zeiden ze met z'n allen van wij beroepen ons niet alleen op het universele mensenrecht van huisvesting, maar ook op specifiek de Duitse grondwet die zegt dat er nooit meer in 1948 is die grondwet opgesteld, de nieuwe grondwet, er mag nooit meer één partij economische monopolie hebben. Dus als er een internationale investeerder in een wijk duizenden huizen opkoopt, heeft die in die wijk economische monopolie. Mag niet de, met de prijzen en de huizen speculeren zoveel die wil. Dus dat mag niet. Dat staat in hun grondwet. En daar beroepen ze zich op. En dan krijg je politici die zeggen, hé, hey, dit is precies wat we nodig hadden. Dit gebruiken wij als basis voor de herontwikkeling. Dus er moeten huizen bij, ja. Maar hoe doe je dat, inclusief en duurzaam? En hoe ga je om met mensen die er al zijn? En die niet alleen de stad fysiek vormgeven, maar ook... De ziel en sociaal en uh, op betekenisniveau vormgeven. Dus bij ons begint dat met deze 40, vierkante meter die we eerst terugkrijgen. En dan de hele tijd constant onderzoeken, net als die plattegrond van ons. Waar ligt er nog meer ruimte? Waar ligt de ruimte? Waar kunnen we die ruimte claimen? Waar is er gemeentelijk vastgoed? Waar is er gemeentelijke grond? Wij krijgen de hele tijd van de gemeente te horen: we zijn het hartstikke met jullie eens en we vinden het ontzettend belangrijk. Maar deze keuzes zijn al 40 jaar geleden gemaakt. Deze vergunningen zijn al 20 jaar geleden vergeven. De grond is niet meer van ons. De stenen zijn niet meer van ons. Of op stadsdeelniveau sturen ze ons naar de centrale stad. In de centrale stad zeggen ze: oh, maar daarvoor moet je in Den Haag zijn. En in Den Haag zeggen ze: dat is Europese wetgeving. Dus, en, en niemand. Beantwoord van oké, okay, maar wat doe jij er dan aan? Als je het zomaar mee me eens bent, als bestuurder of ambtenaar of wethouder. Je bent het zomaar mee me eens en je kan er nu niks meer aan doen. Oké, okay, ik snap dat je niet meteen een gebouw meteen gemeentelijk kunt maken. Maar wat doe jij hier en nu vandaag eraan en vervolgens na vandaag om die stad inclusiever en duurzamer te maken? Er werd net gevraagd: is het onwil? Is het onkunde? Is het onvermogen? In Amsterdam Noord zou je ze alle drie kunnen afvinken. Mensen zeggen het. Dat die stad inclusiever en duurzamer moet worden. Maar ze zeggen het omdat ze zich verplicht voelen om dat te zeggen. Ik heb veel liever, als bewoner, de mooiste titel, ik heb veel liever dat je zegt, luister, wij willen geen inclusieve stad. Wij willen geen duurzame stad, we willen die stad uitputten. Want dat is wat er gebeurt. Hè. Het water in Amsterdam is een grote vraag of we nog dat overhouden. Er kunnen geen stroomnetwerken meer aangesloten worden in Amsterdam, omdat die helemaal uitgeput is. Energiearmoede, de energieprijzen gaan omhoog. Mensen kunnen hun eigen energierekening niet meer betalen. Hun huizen zijn, onze huizen zijn slecht geïsoleerd, slecht geventileerd. We betalen jaren te hoge huren, huren die jaarlijks verhogen, ook tijdens COVID zijn verhoogd. Maar als we vragen om renovatie of als we vragen om aanpak, dan gaat de huur omhoog, terwijl het achterstallig onderhoud is. En je hebt recht op onderhoud als je huurt of sociale huur of vrij sector. Je hebt recht, je hebt bepaalde menselijke, universele mensenrechten die, die ons worden ontzegd. En als je daarom vraagt, krijg je de rekening. Dus dat is een nieuwe manier van denken. Maar mensen zeggen tegen ons, ja, we willen het wel. We willen wel een inclusieve, duurzame stad. En we willen wel heel graag dat die stad ziel en betekenis houdt. Oké, okay, maar wat doe jij er vandaag aan om die lange reis af te leggen? Welke eerste stappen gaan we vandaag met elkaar zetten en vanaf vandaag ook morgen? Of als je het niet wil, zeg het niet. Dat is dus iets wat bewoners, vooral in Amsterdam Noord, ontzettend dwars zit. Iedereen wil het heel graag, iedereen snapt het heel graag. En daarom hebben wij een lijst met verboden woorden. Van dit mag je niet meer tegen ons zeggen als je met ons in gesprek gaat. Het is ingewikkeld. Ja, maar ontwikkelbuurten. En de mooiste, eh, mooiste van alles. We hebben u gehoord, we nemen het mee. En dan? Als je het meeneemt, en dan? En dan zou ik graag naar, even kijken, wat was ook alweer de laatste slide? Um, of was dit hem? Oké, dit okay, is oké. Okay. Uh, dit was hem, uh, dus even kijken. Spreekbeurt, uh, laatste spreekbeurt. Ja, gemeenschapszin. Wat voor stad willen we zijn? Voor wie willen we zijn? Van wie willen we zijn? Maar eigenlijk is de vraag: van wie is die al? Die stad is al van bepaalde mensen. Die mensen zijn er al, die mensen doen al ontzettend veel. Wij doen al ontzettend veel. Gebruik juist die ziel en dat karakter en de betekenis dat er al is. Stel je bescheiden op. Als beleidsmaker, ontwerper. Doe het samen met mensen. Gebruik niet de woorden co-creatie of, of participatie. We hebben trouwens ook een participatieprotocol uitgebracht. Tien, tien voorwaarden van als, als we worden uitgenodigd om mee te praten. Is het om mee te praten of om mee te beslissen? Op verdedignoord.nl kunt u dat allemaal terugvinden. En als ambtenaren of bestuurders of wethouders of politie niet aan al die tien voorwaarden willen voldoen, dan weten wij genoeg. Dus dat is een tafel waar je niet wil aanschuiven, omdat daar ga je je tijd voor doen. En we zijn participatiemoe. Uh, graag... En wij doen al ontzettend veel. We doen al ontzettend veel op vrijwillige basis. Wij willen graag onze informele zorgnetwerken, solidariteitsnetwerken, bewegingen professionaliseren, structureren. Daarvoor uh, moeten we serieus worden genomen en ook worden gezien als de echte professionals, en structureel en substantieel voor worden beloond um, en ook als zodanig worden gezien. Um, dat was mijn spreekbeurt. Massie, Uta, dankjewel. Dag Massie, kom even bij tafel. Maar goed, en volgens mij eigenlijk een, een, een prachtige illustratie... Wat, waar Michel een voorzet voor gaf, die jij nu inkopt. Dus dat is heel mooi. En ik, ik had bijna de neiging, als, uh, als mijn kinderen bij spreekbeurt... dan komen ze altijd terug zeggen... ja, dus we mogen een tip en een top. Uh, maar maar dat, dat... Sorry, nee, ik dacht iets anders. Want je merkt als je dit hoort... en je denkt, dan, oh ja, maar hoe zit dat dan? En, 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 en. Um, ik ga een vraag aan u stellen. Ik wil aan u de vraag stellen... om dus, wat ik net even bij Michel vroeg... gewoon overleg even met elkaar... voor uzelf, of mag ook met een ander... Een oprecht nieuwsgierige vraag. Dus ik vraag aan u om even uw oordeel uit te stellen. Dus niet uh, een, een verkapt oordeel of zo van is het niet zo dat. Hè, dat Gewoon een oprecht nieuwsgierige vraag. Waar u echt denkt, daar ben ik nou oprecht benieuwd naar. Of dit is echt een, een, een vraag waar geen oordeel in zit. Gewoon in alle openheid. Mag u even over nadenken. Wat is nou een vraag die u zou willen stellen die echt een oprecht oprechte vraag is met een uitstel van een oordeel. Mag u even over nadenken. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oké, ik begin even met dit vak. Gewoon oprecht nieuwsgierige vraag. Daar ben ik, ben ik echt benieuwd naar, naar aanleiding van het verhaal. Wie? Ja, ik zag u, ja. Uh, ik ben Cecile de Boer. Ik werk voor de gemeente Arnhem. Ik ben zelf raadslid in de gemeente waar ik woon, de gemeente Overbetuwe. Dank voor je inspirerende verhaal. Uh, onze vraag, uh, waar wij samen op uitkwamen: wat zijn jouw uh, drie concrete punten die je morgen zou willen veranderen? Als uh, de gemeente, wethouder, whoever, ambtenaren naar jou toe komen die zeggen wat heb jij nodig met Verdedig Noord? Hoe kunnen wij de wijk mooier, beter, groener, leefbaarder, socialer, gezonder maken? Wat heb jij nodig? Drie. Ja, top drie. Top drie zelfs. Oh, het is ook nog in de hiërarchie. Ook nog. Oké, okay. op drie. Ik wacht, uh, ik wacht al mijn hele leven op deze vraag, dankjewel. <laughs> maar omgekeerd, zou u hem ook straks willen beantwoorden vanuit Arnhem? Dan beantwoorden we hem beide. <laughs> ik zou allereerst zeggen: het stoppen van het slopen of verkopen van sociale huurwoningen. Heel concreet. Uh, vervolgens. Een stop van alle kap van het groen dat gepland staat. En het herzien daarvan, omdat dat hele proces en besluitvorming. niet uh, democratisch is gebeurd. En er zijn allerlei zijgesprekken. of borrelgesprekken gebruikt. om uh, aan te tonen als soort participatie. Mm -hmm. Dus uh, dat zou ik zeker niet doen. En gemeentelijk vastgoed dat er is. dus voormalige schoolgebouwen, voormalige consultatiegebouwen, buurthuizen. of kazernes die worden gecommercialiseerd, dus hoe gaan we om met vrije ruimte in de stad... die gemeentelijk houden en um, naar de buurt waar die gebouwen staan... dat aan die buurt schenken, aan de ja. bewonersorganisaties. Duidelijk, ja. U, u noteert ze? Ja, nee, zeker. Ja. Ik noteer ze. Nee, en ik kan wel direct iets positiefs uh, zeggen. Uh, wij zijn bezig met een, de uitvoering van een economische agenda in, uh, in Arnhem... Uh, die is al vastgesteld door de raad, maar die gaat nu hè, ook echt over de uitvoering. En we zijn ook in gesprek met allerlei um, um, uh, coöperaties, hè, met initiatieven vanuit de buurt. Uh, hoe kunnen we bijvoorbeeld de oude school gebouwen? Er is ja. een geweldig... Uh, nou, ik kan er heel veel over vertellen, maar daar zijn... Heeft u het niet gebruiken woordje lijstje ook uh, genoteerd? Want u gaat nu in gesprek. We, we nemen het mee. En, uh, ik hoor de participatieladder, hoorde ik nog niet voorbij komen. Derde trede participatieladder deze avond. Nee, daar ben ik zelf ook heel allergisch voor. Dus goed dat je me daar nog even op wijst. Ja. Zijn vraag was: welke drie dingen zou u doen? Uh, uh, nou, de, de, een van de dingen die hij zegt: van, he, dat, dat altijd maar in gesprek, maar. Um, de, Um, ja, je moet natuurlijk verwachtingsmanagement, ook zo'n vreselijk woord. Maar ik bedoel, wij zijn natuurlijk. Hè, wat ook al in, de vorige, in het vorige verhaal naar voren kwam, bedoel, je bent wel uiteindelijk ook afhankelijk van de politiek. Ik bedoel, hè, de gemeenteraad die zegt. Hè, wij willen werkelijk vergroenen. Ja. Uh, hè, en dan kun je als inwoner zeg, zeggen van. Sorry, je moet streng zijn. U was streng voor hem ook. Ik zei drie dingen: nee, uh... gewoon drie dingen. Hierarchisch graag. Op drie. Um, nou, op, in ieder geval iets doen ook aan de, woning, uh, de woningbouw. Iets vind ik eruit. Nee, sorry, um, ik mag er ook even over nadenken. Okay. Denk er even over na. Noteer ze. Kom ik zo bij u terug. Ja, andere. Oprecht nieuwsgierig vraag. Dit vak. Even, ik heb u al gehoord. Mag wel hoor, maar ik kijk eerst even of iemand anders. Ja, achterin. Ja. Zeg even wie u bent. Twan Kompen van de gemeente Den Haag. Uh, je bent heel trots uh, in. Uh, je presentatie over de club waar je voor staat, hè? Verbinding Noord. Verdedig. Verdedig, Verdedig Noord, sorry. sorry. Um, en daar is het sociaal weefsel heel belangrijk, horizontaal zeg je. En je gaf in het eind van je presentatie ook aan, ja, dan gaan we naar uh, de Stopera, naar het stadhuis of naar Den Haag of naar Brussel toe worden we verwezen. Hoe ga jij om met die horizontale organisatie of uh, verticale organisatie als je telkens af, afgewezen wordt? de Tweede vraag. Ik doe het vraag per vraag. Ik vertaal gewoon heel. Wat. wat doe je als je van kastje naar de muur wordt gestuurd? Ja, op een gegeven moment. Uh, ja, ja goede vraag. Nou, op een gegeven moment ga je kijken naar hoe maak je jezelf onmisbaar in de wijk. Wat ja. weten wij, dus die codes waarmee we bepaald werk maken en de codes waar we, waar we met elkaar omgaan en met elkaar spreken, wij veranderen, ambtenaren veranderen om de twee drie jaar en dan, kom, en dan moet ik weer uitleggen ja, maar de volgende gebiedsmakelaar zei dit over dit plein. Ja, maar ik ben het er niet mee eens. Wij niet. Dus wij maken onszelf onmisbaar doordat we dit soort verhalen naar buiten brengen en ook steeds de kritiek constructief blijven opbouwen van oké, okay, dit deugt niet, maar dit alternatief. Uh, zetten wij er tegenover en dat kun je alleen bij ons krijgen, dat ze op een gegeven moment naar jou toe komen. Ja. En, en, je, en je zegt de hele tijd nee. Nee zeggen, ik weet niet hoeveel bewoners, hier zit iedereen, maar bewoners. zeg gewoon zeg meer nee. Dus uh, ga niet, of, of je stelt voorwaarden, dus we gaan alleen op gesprek, ja. we doen alleen aan al participatie. Als jullie deze en deze en deze punten garanderen, zo niet, dan doen we het niet. Nodigen wij jullie wel uit in onze ruimte, waar jullie in de minderheid zijn als uh, overheidsvertegenwoordiger en. Um, ja. En dan moeten jullie. Gewoon juistheid, eerlijkheid. Ja. Zeg ook gewoon nee als het nee is. Ja, ja precies. En Duidelijk. zorgen ja. dus dat je je eigen tafels bouwt. Waar ja. de gemeente te gast is. Ja, ah, ja precies. Je draait ja. Om. Ik vind het wel grappig. Heb je ooit, nou, laat ik zeggen, twintig uh, 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 jaar geleden of zo kunnen bedenken dat je de zin zou uitspreken. Sorry meneer, met de vorige gebiedsontwikkelaar hadden wij dit. Dat is toch interessant dat je ook. Of ja. gebiedsmakelaar zei je zelfs. Gebiedsmakelaar dat is, dat het soort ja, termen al. Dat is interessant. Ja, maar ja precies. Ja. Je hebt het al goed eigen gemaakt. Tweede vraag. Die sluit aan bij die codetaal die je hebt ontwikkeld. 40% is onbekend voor de meeste ambtenaren. 1 op de 10 die kan die taal pas lezen. Maar wat heeft die uh, ambtenaar dan? Die, die de code wel kan lezen. Wat heeft die dan wel? Ja. Uh, goud in handen? Ja, dat is die sowieso heeft connectie maar, maar met de buurt. Uh, die heeft, ja, ja, die heeft connectie met de buurt, en die ja. kan dan uh, ook. Twee kanten op vertegenwoordigen. Die kan zeggen: van ja, dit is waarom dit plan ontzettend belangrijk is. Dit is waarom je een leegstaande bowlingbaan op het Buikzottermeerplein moet gebruiken en aan bewoners moet geven. Uh, als alternatief voor een overdekt winkelcentrum van een Frans internationale ja. investeerder. Dus, waarom heeft deze plek dit nodig? Ja, oprecht nieuwsgierige vraag. Hier, dit vak. Ja, hier. Uh, Ron kleintjes gemeente heerlijk. Ik ga helemaal op een andere manier de vraag stellen dan anderen. Welke hiphopper zou jij willen inzetten om jouw uh, ja, heer of uh, Amsterdam Verdedig Noord in te zetten? Ah, kijk. Nederland? Maakt me niks uit. Uh, ik, ik ga die vraag zo ook aan toe nou, zullen. Ja, ja, ja. Ik ga het vervelend doen. Ik zou zeggen, heel veel uh, kunstenaars vanuit de hiphop doen het al. Dus ik zou een Les hip-hop willen geven. Ah. Uh, niet persoonlijk, oh. <laughs> want ik zeg nee tegen uitnodigingen. Um, aan, aan heel veel ambtenaren en de, uh, bestuurders, et cetera. Namelijk, wat is de filosofie achter hip-hop? Dat informeel organiseren en professioneel uitvoeren. Wat is dat? Heel veel hip doen het eigenlijk al. Um, ja. ja, ik maar, heb. Ja. Ja, ik, ik had bijna gehoopt dat je nog een stukje liet zien even van bijvoorbeeld. Van, nou, ik, ik noemde net even de van Mo Fiets. Ja. Ik heb een design. Mogen we een stukje zien zometeen? Vind je dat goed? Ja, ik heb hem niet bij me, Nee, maar, maar dan uh... kun je toch achtervragen, kun je dat uitzoeken Achterin <laughs> techniek, even YouTube, designerfiets, vind je hem vanzelf. Eindigen we daar strakjes mee. Oké. Okay. Dan vorm, want je hebt dus jouw, jouw kunstvorm ook gevonden om het verhaal over te brengen. Hoe belangrijk is dat? Ja, ontzettend belangrijk. Het is dus inhoud en vorm is even belangrijk. En, ja. en, en ik hou het dicht bij mezelf, dus wat ik ook tegen mijn nieuwe buren, buren zeg... Als ze zeggen we begrijpen het verhaal, als we niet uitkijken worden we onderdeel van het probleem. Hoe verhouden we ons tot, tot, tot wat er al is? Hoe doen we goed mee? Dan zeg ik altijd: wat doe je al? Ja. Dus, wat, je doet al elke dag boodschappen. Uh, nou, besteed je euro bij de lokale ondernemer. Je hebt kinderen die moeten naar een school. Zet ze op de gemengde school. Ga niet nieuwe scholen stichten. Ga niet bijdragen aan de segregatie van de scholen. Maar ook niet segregatie van de horeca. Dus dat stelde ik ook aan mezelf. Nou, dit weet ik. Maar ik heb ook de fout gemaakt door te denken: ik ga één evenement organiseren. En daar ga ik ontzettend veel wijsheid spuien. En morgen is dat opgelost. Maar dat is niet duurzaam. Daarna heb ik gedacht: maar wat doe ik al elke dag? Ik schrijf elke dag. Ik maak elke dag muziek. Ik breng elke dag via storytelling persoonlijke en politieke verhalen naar buiten. Dan ga ik. In mijn column, in mijn muziek, in mijn videoclips, in mijn podcast. Ja. Ik ga dit de hele tijd benoemen en de hele ja. tijd agenderen. Dat als ik mensen spreek en ze zeggen, ja hiphop, leuk en aardig. Maar ik ben meer een lezer, ik heb een boek geschreven. Ja, ja. lezer, leuk en aardig, maar ik, ben, ik zit meer op YouTube. Ik heb 18 videoclips gemaakt ja. hierover. Maar ik zit meer op Spotify. Nou, ik heb liedjes en podcasts. Je mag geen enkel argument hebben om hier nee Eerdelijk. tegen te zeggen. Dus wat doe je al? Doe daar een kleine switch. Als je dat op lange termijn volhoudt, zijn we bij de verandering. Interessant. Zie je hier daar weer ook de link ook naar het verhaal van Michel? Ja. Ook dus als beleidsambtenaar van de gemeente Geleen. Kijk welke keuze je maakt. Ja. Je kan, het zijn kleine stapjes soms misschien die je daar een ja. verschil maken. Dat ja. had ook een, een rechte vraag. Ja. 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 Um, zeg even wie bent. Anton de Westenhemd, bewoner, ooit ambtenaar geweest, gestopt. En daarna zijn geworden omdat de organisatie me niet beviel. Okay. Ik heb eigenlijk één vraag. Uh, hoe hou je dit met een groep vol? Dus je moet ook winsten boeken, een beetje succesjes kunnen vieren. Ik heb geleerd dat dus vrijwillige dingen leuk en zinvol moeten zijn. Maar je hebt ook tegenstellingen, je hebt frustraties. Hoe houden jullie het volgens groep? goede vraag. Ja. Um, wij organiseren dus ook wat we noemen collectieve zorg. Uh, dat is onze term voor vrijdagmiddagborrel. <laughs> en, <laughs> en elke vrijdagmiddag komen we samen, spelen we spelletjes of praten we met elkaar over hoe we ons voelen. Wat ons dwars zit, wat wel goed gaat, wat niet goed gaat. En eigenlijk, je hebt niet kleine winsten. Alles, zolang we bestaan en met elkaar opstaan. Elke dag gaan zeggen, dit is het waard om vooruit bed te komen, is dat winst. Ja. En dan vieren we dat met elkaar. En als dingen goed gaan, dat ook heel erg benadrukken. Van, dit, is, dit zijn allemaal kleine stappen die optellen. En ja, eigenlijk geen, geen kleine stappen, waardevolle stappen. Dat is iets wat we ontzettend organiseren. En wat ik heel fijn vind aan, als onderdeel van onze groep... is dat we de hele tijd op persoonlijk niveau, op menselijk niveau met elkaar inchecken. Van, hoe voel je ja. je? Hoe gaat het? Kun je dat wel? Je hebt die taak op je genomen, maar... Ken je dat eigenlijk wel? Je hebt een drukke week voor de boeg, je hebt een gezin. Weet je wat, laat die het overnemen of laat mij het overnemen, of heb je hulp nodig? En dat, die menselijke maat, ik, ik reproduceer het hier, maar dat heb ik niet bedacht. Dat is echt organisch ontstaan in onze groep. Omdat iedereen dus vanuit een intrinsieke motivatie dat ziet als een harde waarde. Dus Duilig. wat we willen, die inclusiviteit, inclusie en duurzaamheid, dat praktiseren wij ook. Tuidelijk, ja mooi. Ja, oprecht vraag. Zeg even wie je bent. Ja, Pieter Zwaan, ik ben universitair docent, bestuurskundige. Um, doe ook veel met co-creatie en zo. Dat durf ik niet te zeggen hier. Um, ik was wel benieuwd, hè? Jullie uh, hebben een lijstje met condities waaronder jullie wel of niet aanschuiven. Ik denk dat dat best ja. goed is. Maar ik vroeg me ook af: hoe vaak worden jullie nog uitgenodigd door de gemeente? Ah. Zo, je Aanval. wilt het niet weten. Ja, want ze hebben de echte deskundige even, 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 ik moet even checken. In hoeverre deze vraag neutraal was. Wat, wat, um, had je het idee van je wordt vast nooit meer uitgenodigd? Of was het... Mijn idee zou zijn, je wordt vast nooit meer uitgenodigd. Ah, <laughs> kijk, zie je, het was niet helemaal neutraal. En, ja. en dat is dus uh, wat ons goed lukt door je onmisbaar te maken. Dus als je bijvoorbeeld, op, als het stadsdeel zegt... van ja, dat vinden wij een moeilijke partij... want die dagen ons uit om ons werk te doen... Um, dan gaan we daar niet mee En dan worden ze door de wethouders van oké, okay, we vinden jullie voorstel, stadsdeelbestuur, alleen goed als we zien dat Verdedig Noord daarachter staat. En dan denken ze. Ja, shit, dan moeten we toch wel. Ons... En je moet jezelf constant onmisbaar maken door de waarde die je brengt in de stad dat de hele tijd uit te lichten. Maar ook door hoe je, je organiseert. Dus ontzettend veel nieuwe bewoners sluiten zich bij ons aan. En die nieuwe bewoners, dat wil het stadsdeelbestuur heel graag. En ook heel graag behagen. En dan zeggen ze allemaal: ja, leuk idee, stadsdeelbestuur Noord. Maar wat gebeurt er met die oude bewoners? En, die oude, en dan denken ze: oh shit, ja. jullie ook al. En uh, dus op die, je moet jezelf de hele tijd onmisbaar ja. maken. K kort afvullen? Nou ja, ik, ik was benieuwd. Hè. Je gaf aan van we brengen heel veel dingen naar buiten. Uh, voor een deel is dat om andere mensen te mobiliseren, denk ik. Te betrekken bij wat jullie doen. Maar het is ook een middel, denk ik, om de. Gemeenten en de politiek onder druk te zetten, of niet? Bijna een uh, neutrale vraag. Ja, <laughs> Ja, maar dat is volgens mij per definitie uh, hip-hop, journalistiek, kunst, uh, voor mij dan en literatuur, is uh, de macht controleren, je eigen persoonlijke verhaal vertellen en dat ook de hele tijd blijven bevragen op een kritische manier. Het, het, het woord activisme of activistisch werd net ja. veelvuldig gebruikt, terwijl ik denk van sinds wanneer uh, is een kritische houding? Dus als je elke volwassene vraagt: van wat zou je aan de jeugd willen meegeven? Nou, dat ze kritische denkers worden, op welk onderwijsniveau dan ook. Dus nu is een kritische manier van leven en denken ineens activistisch. Maar dat zijn codewoorden, ook omgekeerd. Hè? Dus omgekeerd gebruikt de gemeente ook allerlei codewoorden. Diversiteit gebruik ik nooit. Ik gebruik vertegenwoordiging. En uh, um, codewoorden zoals uh, diversiteit bijvoorbeeld. Of uh, co-creatie of participatie. Hebben wij ook omgekeerd ontsleuteld en ook gezegd: van let erop, als ze dit soort woorden gebruiken, dan moet je. Je bewustzijn dat jij hoogstwaarschijnlijk wordt gebruikt voor een andermans agenda. En activistisch is dus ook zo'n codewoord. Okay. Verdedig Noord is een activistische groep. Ik weet ja. dat je verder wil. Ja, nee, maar, nee, maar, nee, activistisch maar nee, nee, is activistische groep. Ingewikkeld. Uh, uh, en wat ze eigenlijk zeggen is kritisch. Die dagen ons ja. uit om op een andere manier na te denken. Om wel met, rug, met de rug richting het publiek te staan als wij met elkaar bedenken dat dat is hoe we vandaag deze ruimte inrichten. Duidelijk, ja. Hier. Ja, hier. U had al tijdens het verhaal. Ja, ja eh, Berlacht, provincie Limburg. Ik permitteer me een kort compliment te maken. Ik had gehoopt dat u wieg op zesjarige leeftijd in Limburg had gestaan. Want ik denk dat menige wijk met u heel blij zou kunnen zijn. En dan de vraag. Ja, die schoorsteen bij u moet ook roken. U bent kunstenaar, eh, die mensen moeten werken. Dat gebouwtje kost geld. Eh, mag ik vragen waar. Ja. De financiën vandaan komen of het verdienmodel. <laughs> Ik bedoel van de wijkraad of van de woningbouwvereniging of uit de sociale sector. Ja, wij leven uh, en, van... da en daarmee bedoelt u van Verdedig Noord. Ja, precies. Ja. Of van jouzelf ook zeg maar gewoon. <laughs> want als je neemt, want je stopt er veel tijd in. Ja. En de mensen waarmee je praat, die hebben het als baan. Ja, precies. En jij hebt als baan andere dingen. Ja. En je doet dit als bewoner. Ja, maar dat kaart je dus aan. Dat is de nieuwe regel. Of eigenlijk te gek voor woorden dat dat een nieuwe regel is. Als wij gaan participeren of een traject met elkaar aangaan tussen gemeente, ambtenaren, experts en bewoners, moet de hiërarchie dus horizontaal zijn. Wij verdienen net zoveel, of wij verdienen in ieder geval, als we aanschuiven aan die tafel. Dus wij dwingen dat af. Van je moet, als je met ons praat voordat we een traject met elkaar ingaan, willen wij transparantie over informatie. Hoeveel weet je over de herontwikkeling van dit gebied? Vertel dat precies aan ons. Maar ook wat is er begroot? Anders doen we niet mee. Maar even heel praktisch, zit jij dan ook in die begroting? Ja, tuurlijk. Nee, okay. ja, dat ja, is en anders punt. doen we het ja. niet. Nee, precies. Ja, dus je want... zegt dan, uh, wij zijn onderdeel van het samenwerken. Ja. En als, er, als, er een begro... als jij wordt betaald, word ik ook betaald. Ja. Duidelijk. Ja. En dat precies. lukt ook? Ja. Oké. Okay. Of ja, en zit en dat in het, het rijtje van tien, zeg nee, maar? Nee, anders... Een van die tien voorwaarden is... En en, wordt... ja. en, en. Dus het is een van de tien voorwaarden ah. En als we er niet aan voldoen, dan gaan we niet met elkaar samenwerken. Ah, oké. Okay. Ja. Kijk. Oh, goed. Ja, daar. En dan, dan, dan daar. Ja. Zeg even wie je bent. Fred Gele, gemeente Heerlen. Ik ben opnieuw benieuwd, wie is je maatje op het gemeentehuis? U gaat vanuit dat hij een maatje heeft op het gemeentehuis. Ik heb een... Uh... Ja, precies, ja, Ik zou haar zeker geen maatje noemen. Oh. Het is een grote. Dat is de burgemeester, Femke ah. Halsema. Nou ja. die, uh, dat, is, ja, dat is iemand die ons begrijpt en die dat ook graag wil realiseren. En waar je geluk mee hebt dat de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart... Uh, haar positie niet ter uh, nee. discussie staat. Nee. Dus, dus dat gezicht verandert niet. Toch en... zeg die ons begrijpt. Waaruit blijkt dat ze jullie begrijpt? Ze komt naar Noord toe, ze komt naar ons toe en checkt al die voorwaarden en zorgt dat de ambtenaren die ze meeneemt, dat ook allemaal checken. Uh, Bassaal, ze luistert. Ja. En, en ze zorgt ervoor dat als wij zeggen, uh, hier grof vuil wordt in de wijk Vogelbuurt, waar ik woon één keer per maand opgehaald, ja. maar vuil ophalen is daar een ontzettend groot probleem, ongedierte. Na één gesprek zorgen zij ervoor dat het wekelijks wordt opgehaald. Ja. Zoiets, zoiets bazaals. Maar, maar dat, is, dat helpt. Ja. Dat is één van de het voorbeelden. Het helpt altijd als de burgemeester je maatje is. Zeker. Ja, dat is is er trouwens een ambtenaar vanuit Amsterdam hier? Nee. Jammer. Had leuk <laughs> geweest natuurlijk. Ja. Sanne, vraag. Wie hebben we? Eens even kijken. Ja. Hallo. Hé, hey, daar ben je zelf. Dat is ja, ingewikkeld. Je hebt zelf een vraag. Ja, dat is een verrassing voor jou, Ruben. Dat oh. wist je niet. Maar. Nee. Uh, nee. nee. Ze proberen het nog een keer. We zien het zo. Ja, ik We ben nog het getrouwd. Ja. Nee, maar maakt niet uit. Ja, even kijken. Hier. Ik kijk zo of het lukt. Uh, Hans Fnoer uit Nijmegen. Ik vroeg me af uh, hoe gaan jullie om met, uh, met nieuwkomers? Dus wat, wat, moet ik, wat, wat, wat doe je nou om ervoor te zorgen dat studenten in je wijk of uh, statushouders of uh, uh, jonge ambtenaren die erbij kunnen horen? Ja, precies. Ja. Um, Goede vraag. Ik, ik, ga, ik ga er antwoord op geven, maar nieuwkomer is voor mij persoonlijk... je stelt hem nu aan mij, ik moet hem even duiden. Dus 23 jaar geleden was ik nieuwkomer, nieuwe Nederlander. En de manier waarop mij toen is geleerd om me aan te passen... is wat ik vandaag de dag gebruik, niet als nieuwe Nederlander... maar als oude Noorderling, bewoner van Amsterdam-Noord. Een in inburgeringscursus. Dus we, geven, we heten alle nieuwe nieuwkomers, wie ook status houdt, ongedocumenteerd... Uh, goedverdienend... Doorgestudeerd, etc. Maakt niet uit. Heten we allemaal welkom. En we zijn op dit moment een inburgeringscursus aan het ontwikkelen. Waarin we zeggen: van, dit zijn de basis dingen die je moet weten over Amsterdam Noord. En die je ook moet doen. Uh, wil je jezelf een Noorderling kunnen noemen? Dus net als je naar het stadsdeelhuis gaat om een huisvelpas op te halen. of je huissleutels, krijg je een boekje mee. Ja. en inburgeringscursus en daarin staan opdrachten en ook verhalen en dat blijft ook constant in ontwikkeling. Dus mijn presentatie De gezichten, de stemmen die we hebben gehoord, de verhalen ja. en meer is daar een onderdeel van, namelijk waar ben je terecht gekomen? Wat is het ritme van de wijk waarin je woont? Hoe kun je daar zo snel mogelijk in meedoen? Namelijk wat ook mij is verteld, leer de taal, leer de cultuur, pas je aan. Uh, nou, dus dat, dat bieden wij ook omgekeerd, maar een stuk liefdevoller... en met meer solidariteit dan het in 1998 met mij is nee, precies. Uh, gedaan. Want als je niet slaagt, mag je wel in Noord blijven wonen. Kijk, en dat, dat is, is dus ja, die dat machtspositie... Dat, precies, ja. precies, dat is die ja, machtspositie wat precies. het al sowieso niet gelijkwaardig maakt... met nee, die situatie, precies, ja. maar we gebruiken hem wel als uitgangspunt. Doe even een stapje voor, want je gaat steeds verder in het donker staan... en dat moeten we niet hebben. Ja, helemaal goed. Uh, Massie, we zijn aan het einde gekomen van jouw last lecture slash spreekbeurt... Uh, om het, uh, ja. um, wat hoop je nou dat echt blijft hangen bij mensen? En dat is, vaak is het, mensen maken veel mee op zo'n dag. En dan, en dan uh, op een gegeven moment gaat het allemaal een beetje in elkaar overlopen. En dan denken ze, oh ja, wat is die verhaal van die jongen uit Noord en mm. En dan dit punt moeten ze onthouden. Ja. En de rest zoeken ze maar op. Uh, Oké, okay, dus uit het hoofd. Ja. <laughs> um... Ik weet nog dat ik zelf en volgens mij wij allemaal in de geschiedenisboeken en in films en in series over ge uh, historische gebeurtenissen dachten wat een tijd moet dat geweest zijn. Hadden die mensen door dat ze op een kantelpunt stonden? Hadden ze door dat er op dat moment fundamentele keuzes zijn gemaakt door burgers en door politici wat uiteindelijk het fundament is geworden van onze samenleving waar we onszelf op voorop staan? Democratie, zelfbeschikkingsrecht, et cetera. Dit is nu ons moment. Dit is waar ze over 50 jaar mijn zoon over gaat leren en over uh, 100 jaar ze gaan denken van wisten ze toen met elkaar dat ze op een kantelpunt stonden en zo ja, waarom hebben ze deze keuzes gemaakt ja. en wat die keuzes dan zijn waar zij over gaan praten, daar hebben wij hier en nu invloed op en dat is de vraag dus wat gaan wij vandaag en vanaf vandaag morgen en al in de toekomst eraan doen om die stad en om die wereld eigenlijk menselijk. En uh, liefdevol en solidair te houden. Duidelijk, ja. ja ik probeer het toe te werken naar een, een slot. En ondertussen gaat dan weer een bel. Dus ik, ik ga het toch even vragen. Maar, maar dit is in ieder geval een heel duidelijk dus sluit ook goed aan. Wat kan je echt zelf doen? En realiseer je ja. dat als je later terugkijkt. heeft het met goed voorouderschap te maken. Ja. heb ik het goed gedaan of niet? En heb dat is een nu stap. En dat die keuze moet je dan new. nu maken. Ja. Ja. Ik krijg toch nog even. toch nog een vraag? Ja? Kijk even. Jij? Ja, hallo. Grappig. Hoi, hallo. Dat ben ja, ik was uh, ooit gedetacheerd in een, ook zo'nzelfde wijk, maar dan een Blerik, Blerik Noord. Oké. Okay. En uh, fantastisch verhaal als compliment, want ik herken me er heel goed in. Ja. Maar de, de systeemwereld hoort ook bij die hoofdletter F toch, of niet? En hoe, hoe kunnen we dat dan samen doen? Ik bedoel, we hebben elkaar wel nodig. Je hebt die bureaucratie toch ook nodig? Ja. Ja, zeker. Ja, systeemwereld hoort zeker bij familie met hoofdletter F. Ik neem aan dat die in het lijstje staat. De systeemwereld niet gebruiken als woord, of wel? <laughs> ja, nou ja, nou ja, dus. dus op twee niveaus gebruiken we wel op een gegeven moment het woord systeem. Dus als bewoners, maar ook als ambtenaren, als we met elkaar die familie met grote letteren F willen bewerkstelligen. Dus als we vandaag besluiten, dit is wat ik eraan ga doen, toets het op twee niveaus. Hoe verbetert deze keuze of deze actie of dit plan het dagelijks leven van mensen die al wonen in deze wijk waar ik ook werk? En, dus dat is lokaal en vervolgens om dat wereldstatement te maken, hoe draagt dit bij aan systeemverandering? Dus daar kan je ontzettend veel voorbeelden over Ja, Het moet mensen in hun dagelijks leven helpen en emanciperen, en vervolgens bijdragen aan systeemverandering. En dat is ongetwijfeld, dat is sowieso zowel ambtenaren-systeemwereld als bewoners. Dank voor je vraag. Je gaat nu een foto maken, heel mooi. Wat zijn de drie punten? In hiërarchische volgorde, op drie. Uh, nou, uh, ik wil je in ieder geval eerst uh, uitnodigen om naar Arnhem te komen. In de arnhem uh, werken we al met een wijkenaanpak. En uh, hey, jij noemde burgemeester Femke Halsema. We hebben in Arnhem het geluk met onze burgemeester aan met Marcoes, die ook de wijken ingaat. Uh, hey, we wij hebben ook een, uh, een, een methode van wijkenbeet. Op drie. Uh, ja, drie. Uh, wat had ik opgeschreven? Uh, ja, ja, één uh, uh, idee. En misschien kunnen we daar samen aan werken. In plaats van een dag van de stad, ook gewoon een dag van de wijk. Yeah. Dus hè, dat je, hè, dat doen jullie natuurlijk al, yeah. maar dat je ook die inwoners bereikt die uh, niet normaal naar jullie vrijdagmiddag uh, yeah. borrel komen. Maar dat we dat op een andere manier vorm gaan geven. Op yeah. twee. Oh, oh, dat was twee. Oké. Okay. Dit was drie. Oh, dit ja. drie. Oh, okay. Heb je de drie? Ja, ik heb er nog drie. Um, twee. Oh, je maakt het wel heel ingewikkeld. Um, nou, um, het, het punt wat overal nu terugkomt: uh, woningbouw voor alle Arnhemmers. Ja. En uh, dus niet, ik gebruik niet de woorden inclusief, divers, maar gewoon voor alle ja. Arnhemmers. En uh, als eerste punt natuurlijk um, het, het netwerk waar jij het over had. En dan vooral uh, dat we. We willen niet dat kinderen opgroeien in armoede. Dus dat netwerk zal overal in alle wijken versterkt moeten worden. Ja, ja zeker weten. Mag Dank ik, je ook. ik... Duur, mag je nog heel even reageren? Heel, kort heel, heel kort, kort, heel kort, heel kort. Wij zijn al in gesprek met een groep uit Prezikhaaf. Ja. Waar ontzettend veel gebeurt en waar we ontzettend veel mee herkennen. En ik zou hem omdraaien, dus in het kader van fundamenteel omdenken. Niet dag van de stad, maar stad van de dag. Wijk van de dag en ook niet dag. Jaar, jaar. Werk, in Amsterdam werkrichting richting ja. 750 jaar. Amsterdam. Ja. Laten we ons verdiepen wat de historie is van onze steden. En een niet te verre stip aan de horizon. Zoveel jaar Arnhem. Dan willen we heel concreet... Want dan gaan, met ja. dat soort dingen, gaat de gemeente budgetten vrijmaken. Dat is hoe dingen. Heb je het filmpje gevonden? Tikke. Hou hem even klaar. Oh, ja. Ik ga eerst, Massie, ik ga jou ontzettend bedanken. Dames en heren, maar een groot applaus. Massie hoedacht. Jullie ook bedankt. We gaan zo meteen even kort pauzeren. En in de wisseling dan ga ik vragen om uh, uh, in geval, uh, muziek aan te zetten. Ik zie daarachter Tessa Kramer, Maart van Rossem. Tessa Kramer, jij gaat straks als eerste. Even cliffhanger, want mensen hebben pauze, moeten ze even met energie. Waar ga je het over hebben? Ik ga het hebben over de toekomst. Kijk. Ja, oh. zo simpel. Zo simpel is het, maar daar ben je ook futurooloog voor. Maart van Rossem, welkom. Waar gaat u het over hebben? Ja, dat weet ik nog niet precies. Kijk, hartstikke mooi. Dus dat gaan we zo meteen doen. Voor nu heel veel dank. Kwart over drie gaan we verder en we gaan uh, hier weg op het. Uh, ik denk designerfiets wordt het, denk ik. De Daar komt ie. kids leren dat integratie alleen lukt als het wederzijds is. Ja. Tegenwoordig zie ik allemaal nieuwe noordelingen in de buurt en vraag me af. Ja, zie. Wat nu? Dus ik heb een uh, designerfiets gekocht. Zo van wat jullie kunnen, kunnen wij ook pikken. Noem het een kleine daad van verzet, oké okay, cool. Noem het een schreeuw om aandacht. Yeah. Noem het een hoper. Ik noem het. Welkom in de noordzijde, bitch. Word wakker in de Noordzijde. Noord Jij vond eerst Noordzijde. Noord nu is het je droom. Fuck jou, Columbus-syndroom. Ik kom haatjes vernielen. Yeah. Yeah, yeah. Met de anker op mijn borst. Ey, ey, ik ey. ben een piraat op wielen. Je, yeah. wij waren lang al trots. Ey, welkom aan de meerkant. Welkwaar. Meer geld is meer kans Ja, maar vakken dan met die leegstand. Dan. Wij bieden moedig weerstand. Yeah. van de Pont, van de boom. En van, van de pek, van de pek. Mos spel, spel. Waar de weg, waar de weg. Noord de vark, Noord de meer wel aan. Iedereen schreeuwt mijn naam. Want mijn fiets is designer. <laughs> Ja, mijn fiets is designer. 5, zeven, elf. Ja, mijn fiets is designer. Mijn fiets, mijn fiets, mijn fiets. Met fiets, fiets. Ja, mijn is designer. fiets, mijn fiets, mijn fiets. fiets. X-frame bike, roestvrij staal, digitale bel. En ik ga fucking snel. Check it out. Ik Ja, alarm via de app. Nee, ik maak geen grap. Mensen kijken van: is dat ingebouwde verlichting? Ja gap, word wakker in de vogelbuurt Gooi je lach naar mijn overbuurt Maar die vindt mij eng Fuck jou, pak Ey. Wij zijn van de kant als gap, ja, gap. Schuif dan aan de kant Ach gap, ja, gap. jij leeft duurzaam Maar ik zie je nooit in de buurt staan met de dreaders met de metro was het start zijn Go. Veranderingen kunnen soms hard zijn Go. Jij kijkt alsof wij in de war zijn Maar ah. het vol van jouw kind mag niet zwart zijn tuin, door op Nieuwe dag. Nieuwe PVG, Loener en Blauwe San Spannen, 1, 2 en Flora laten allemaal van zich horen Want mijn fiets is designer Vijf, zeven, acht. Ja, mijn fiets is designer. Mijn fiets, mijn fiets, mijn fiets. Mijn fiets, mijn fiets, mijn fiets. Mijn fiets, mijn fiets, mijn fiets. Ja, mijn fiets is designer. Mijn fiets, mijn fiets, mijn fiets. Mijn fiets, mijn fiets, mijn fiets. Mijn fiets, mijn fiets, mijn fiets. Brooklyn, Berlijn, buiksloten meer pijn. Dezelfde mensen gaan weg, dezelfde mensen komen erbij. Londen, Parijs, Oakland, L.A. Ik zie geen verschil, het is allemaal the same. Hey, Brooklyn, Berlijn, buikstoten, meer plein. Dezelfde mensen gaan weg, dezelfde mensen komen erbij. Hey, Londen, Parijs, Oakland, L.A. Ik zie geen verschil, het is allemaal the same. Hey. Verdedig Noord.